Zo'n 3,5 miljoen inwoners heeft Berlijn en zij kregen deze dagen bezoek van zo'n 7000 Feyenoord supporters. En de meeste komen vandaag aan. Het is nu rond de klok van 1 uur, Alexanderplatz, hartje Berlijn. En wij gaan op zoek naar grote groepen Feyenoord supporters. Groepje uit Hellevoet, Connor. En waarom is dit voor jou bijzonder? Het is de eerste Europese uitwedstrijd. Dus ik denk dat het een topwedstrijd gaat worden. Veel supporters. Een stuk of 5000. Dus, ja, minimaal nog wel meer. Ja, ik ben benieuwd hoe die mars gaat zijn ook. Ik hoor altijd dat die marsen altijd wel gek zijn. Dus ik heb er heel veel zin in. Heb je al veel Feyenoorders gezien? Nee, twee op Hannover station. Dus ja, en dan wij. En dan dat was het eigenlijk wel. Want je bent met de trein? Ja, en terug lekker vliegen. Dus, Dan ben je helemaal kapot. Ja, maakt niet uit. Daarna gaan we lekker door naar Woodstock. Gaan we lekker feesten joh. Ja, dit is genieten, jongens. Ja, dit is heel leuk. We mogen weer een Europees tripje maken, hè? Dat is altijd leuk, Dat klinkt alsof het niet de eerste is. Dat is zeker waar. Er zijn vele al gevolgd hiervoor. Ja? Ja, zeker. Wat verwachten jullie van deze? Ja, het is uit. Thuis was het ook al een best wel stugge ploeg. En tegen Sparta liep het ook al niet heel, heel lekker. Dus met een gelijkspelletje ben ik blij. Maar het gaat ook niet alleen om de wedstrijd, toch? Nee, ja, ik hoop op dit weer. Heel het weekend lang. Weekend, midweekje. Maar schreef morgen regen op, maar ik hoop op zon, zoals vandaag. Hoe was het? Jullie zijn met de trein gekomen, denk ik? Ja, klopt. Was een leuke trip. Veel bier gedronken, een beetje gezongen. En was leuk. Ziet er goed uit, mannen. Ja, dit is een goede vlag. Gaat mee en we gaan er een mooi feest van maken, toch? Zeker weten. En ik verwacht stiekem toch wel minimaal 1 punt, hoor. Ik hoop 3, maar minimaal 1 en dan zijn we gewoon door. Hoor je? Niet zo moeilijk doen? Nee, ja, dan moet ik er maar bij aansluiten. Kom goed. Grote klasse, je bent niet alleen in elk geval. Dat zeker, maar dat zijn we nooit als Feyenoorders. Goed, je zag het net al, ook hier bij de Brandenburger Tor achter me. Er lopen veel Feyenoorders al rond in Berlijn. En we zagen het eigenlijk toenemen in de loop van deze dag. Zeker vanaf het moment, rondom een uurtje of 1 deze woensdagmiddag, toen er een trein vol met honderden Feyenoorders aankwam in Berlijn. Ja mannen, jullie komen uit de trein. Vertel het maar, hoe was de treinreis vanuit Nederland? Ja, het was een leuke treinreis. Het was goed te doen, ging snel, goede sfeer, dus helemaal top. Ja, lekker zingen in de trein? Ja, er werd wel wat gezongen in de trein, ja. Vanaf hoe laat zijn jullie vertrokken dan? Wat was het? 6:55 hadden we de trein van het Rotterdam Centraal. Ja en nu? Nu Berlijn in, voor de eerste keer? Ja, voor mij wordt het in ieder geval de eerste keer. Hij is er al geweest, dus... Ja, hij neemt ons in ieder geval op sleeptouw. Je ziet al wel veel politie, ook hier. Hoop je dat het een feest gaat worden? Ja, dat hoop je wel, maar wat denk je? Ja, ik heb er wel een goed gevoel in. Ja, het zullen wel 3 punten worden. Dat komt helemaal goed. Heel veel plezier in Berlijn. Ja, dank je. Komt goed. Ja, hier komen heel veel Feyenoorders met de trein aan. Hoe was de treinreis vanuit Nederland? Ja, het was gezellig. Lekker een biertje, wat muziek aan en dat ging helemaal prima. Ja, en veel Feyenoordliederen? Veel Feyenoordliederen en de sfeer was top in de trein. Ja. De politie was relaxed en het ging eigenlijk buitengewoon. Ja. En nu zie je ook heel veel politie hier. We hopen allemaal dat het goed gaat in de stad. Vrees je misschien toffe ongeregeldheden? Ik vrees nu nog helemaal geen ongeregeldheden. De sfeer is heel gemoedelijk en hoe het in de stad straks gaat, gaan we zien. Wat verwacht je er sportief van? Van wat? Van Feyenoord in Berlijn. Ik denk dat wij hier toch met een kleine genieper overwinning weggaan. Ja. Heb je ook kaarten? Want er zijn ook supporters zonder kaarten. Zeker, ik heb zeker kaarten. We gaan bier drinken, broer. Ja. Heb je dat niet in de trein nog gedaan? Ja, tuurlijk. Ook een paar. Ook zonder kaarten, of niet? Ja, natuurlijk. Ja, tuurlijk, man. Heel veel plezier, jongens. Ja, dank je. Dank je wel. Ja, je komt aan in Berlijn, eerste keer in Berlijn? Ja, voor mij wel. Het voelt eigenlijk gelijk al alsof thuis zoveel Feyenoorders. Niet normaal, het is bizar. Zoveel mensen, zoveel geluid.
gelijk die atmosfeer is geweldig. Want hoe was die treinreis met die honderden Feyenoord supporters? Lang en mooi. Dus wel van genoten in ieder geval. Ik kan me voorstellen, al was het ook vroeg, veel gezongen? Ja, ja, ja. Droog keel alweer, dus het wordt weer denk ik drinken vanmiddag. Kom op. Is dit je eerste Europese uitwedstrijd? Nee, nee, ik denk mijn zesde al ondertussen. Dus we gaan er weer van genieten. Ja. En dan hopelijk op een winnend Feyenoord. Heb je er een beetje vertrouwen in dat Feyenoord ook hier kan winnen? Ik gok een gelijk spel, maar we gaan uit van het beste in ieder geval. Ja, hoe gaat de komende 48 uur hier in Berlijn uitzien? Wordt het de toeristische dingen bekijken of met name veel bier drinken en feesten? Ik denk het tweede, ja, ja, ja. Denk het toch wel. Succes. Dankjewel, dankjewel. Je komt net uit de trein. Hoe was de treinreis vanuit Nederland? Ja, ik had eigenlijk verwacht dat er wel veel mensen in de trein zouden zitten. Maar, ja, trouwens, laat me zitten. Ik kan niet eens normaal praten, want sorry. We gaan niet goed komen. Ja, laat het maar.